Hallo. Leek me wel leuk om een keertje bijzonder eten online te bestellen en dit pakketje wat ik dan vervolgens krijg uit te pakken voor de camera en te proeven. Er zijn namelijk zoveel dingen die ik nog nooit heb gegeten. Als jullie dit leuk vinden, laat het me weten en dan laat ook gelijk weten wat ik dan de volgende keer moet gaan proeven. Voor deze eerste keer heb ik superfoods uitgekozen en ik heb eigenlijk gewoon Google wat ingetikt van superfoods box of zo. En toen kwam ik op deze website. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten als jullie dat willen weten. Geen reclame trouwens of wat dan ook. En ja, deze was 10 euro. Er zitten, wat zit er allemaal in? Er zitten goji bessen in, moerbeien, inca bessen, hennepzaad en chiazaad. Ja, nou, dat is wel genoeg materiaal om te laten zien. Dus ik ga hem even openmaken. Oh, nou, het ziet er heel leuk uit. Er zit natuurlijk niet heel veel in. Er zitten 5 pakjes in. Maar in principe voor mij wel genoeg. Ik zal het even laten zien. Als eerste zit er... Oh, ik ben hier echt zo niet bekend mee. Oh, chiazaad. Zwarte chiazaad. Trouwens, ik heb mijn telefoon erbij gepakt om alles op te zoeken waar het goed voor is. Oh, het staat er ook achterop. Never mind. Ik zal het wel even voorlezen. Chia is een echte kampioen onder de superfoods, want de zaden lopen over van de goede eigenschappen. Ze zijn rijk aan essentiële vetzuren die je lichaam niet zelf kan aanmaken, maar wel nodig heeft om optimaal te kunnen presteren. Daarnaast zit de chia volop antioxidanten die het verouderingsproces van je lichaam afremmen. Nou, hartstikke mooi. Er zit 50 gram in. Dus ik maak het even open. Ja, het zijn echt van die pitjes. Ja, dat zie ik ook. Ik laat het van los van. Ik voel het volgevoer hier. Ik zal het even proeven. Het doet me een beetje denken aan als je van die broodjes uit de oven hebt, dan zitten er ook van die pitjes op. Van die kleine zaadjes. Daar lijkt het een beetje op. Dus ja, lekker. Niet heel bijzonder, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar goed. Oh, wacht. Er zitten ook nog 3 recepten in. Die zal ik er ook even bij pakken. Het staat voor een super duper ontbijt. Super duper smoothie. Een super duper maaltijdsalade. Oké. Nou, misschien is het trouwens wel eens leuk om als ik hier een recept van maak, ik zal het dan even uitproberen. En dan, als het lekker is, dan, ja, dan deel ik het misschien wel. Nou, wie weet. Nou, volgende is hennepzaad. En ik zal ook even zeggen waar het goed voor is. Een zeldzaam essentieel vetzuur dat ook wordt teruggevonden bij moedermelk. Nou, onverzadigde vetzuren houden vaten, gewrichten, huid en geheugen in topconditie. Daarnaast bevat hennepzaad ook vitamine B, E en bestaat voor 35% uit vezels die je lichaam schoonhouden. Kortom, holy hennep is hier voor jou. Nou, dat klinkt veelbelovend. Als ik het zo mag moet geloven, dan zou je voor superfoods kunnen leven. Het is allemaal zo geweldig, maar ik weet het allemaal niet. Nee, ik denk niet dat ik voor altijd alleen superfoods heb. Oké. Okay. Oh, het lijkt een beetje op nootjes of zo. Ik weet niet. Ja, het zijn een soort van. Ik weet niet. Ik vind dit wel echt een stuk lekkerder dan die chiazaad. Ik vind chiazaad een beetje saai, om heel eerlijk te zijn. Maar deze hebben wel een unieke smaak. Ja, het smaakt een beetje naar nootjes. Ja, een soort van. Ja, maar tegelijkertijd ook een beetje volgevoerd. Dat klinkt heel raar, maar ja. En dat, ja, ik denk dat je het wel allemaal door yoghurt moet doen of smoothies of zo, weet je wel. Maar dit zijn, deze drie zijn weer echt snacks, denk ik. De goji bessen, de moerbeien en de inca bessen. Ik ga beginnen met de moerbeien. Oh, hij heeft zich wat van dit het, of wat het is. Hij komt uit de subtropische gebieden van Afrika, Azië en Noord-Amerika. De vruchten zijn heerlijk zoet en worden behalve als snack ook veel gebruikt als ingrediënt voor yoghurt, salades en muesli. Ze zijn zeer rijk aan anthocyanen, welke hart- en bloedvaten gezond houden. Het immuunsysteem versterken, de veroudering vertragen, de bloedsuikerspiegel verlagen en het gezichtsvermogen verbeteren. Met zoveel voordelen weet Mr. Moerbij iedereen te pakken. Oh, in te pakken. Ik denk dat je deze wel mee zou kunnen nemen voor onderweg of zo. Een snack. Oké, apart. Ik moet zeggen.
is heel smaakvol. Ja, echt lekker. Smaakt een beetje knapperig van de buitenkant. Van binnen zijn ze een beetje wat zachter. Maar toch nog echt een goede zoete smaak. Niet te zoet. Het lijkt namelijk een beetje op gedroogd fruit. Dan ga ik verder met de Inca-bessen. En ik zal eerst nog even vertellen wat er in zit. Of wat er achterop staat eigenlijk. Want er zit de Inca-bessen in. Deze Inca-bessen staat ook wel bekend als de Visalis. Ja, sorry, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik ben niet zo heel bekend met superfoods. Dus de barst van de voedingsstoffen, in het bijzonder fosfor en vitamine A, C, B1, B6 en B12. Daarnaast leveren ze ook een gezonde dosis bioflavonoïden, bekend om zijn antioxidant en zijn zeer voedzaam. Incredible Inca Best is je ideale maatje in de tas, want zij is de perfecte snack tussendoor. Kijk, nou. Oké, lijkt inderdaad echt van die besjes die gedroogd zijn. Sorry, maar deze vind ik niet lekker. Het zijn een soort van, inderdaad rozijntjes, maar best wel grote rozijntjes. En eerst denk je, oh, een beetje zoet. En dan in één keer een hele nare, bittere, zure smaak. Niet echt citroen hoor, ik vind het meer een beetje bitter zuur. Ik kan best niet echt aanraden, maar goed. Ze schijnt wel gezond te zijn, misschien moet je gewoon eten dan. Word je gezond. En dan de gochi bessen. Dit zijn eigenlijk wel de bekendste, want die gochi bessen die... Ja, ik heb die echt overal gezien. Wat vind ik hiervan? Ze zijn ten eerste best wel klein, dat merk ik wel. Ze blijven daarom ook een beetje aan je tanden plakken, want ze zijn ook een beetje... ja, weet je, het is op zich lekker. Er zit wel een lekkere zoete smaak aan. Maar het blijft inderdaad wel een beetje aan je tanden plakken. Weet je wat het is met die superfoods? Ze zijn allemaal lekker. Maar het is niet zo dat ik liever superfoods eet dan een sultana ofzo, weet je. Maar goed, deze is natuurlijk veel gezonder. Maar ik denk dat het ook alweer is, als je die superfoods eet, dan heb je ook gewoon echt een gezond gevoel. En je zal het vast ook wel merken aan je lichaam dat je veel gezonder eruit ziet. Dat je misschien afvalt voor mensen die dat willen. En dat je, misschien dat je minder puistjes krijgt als je puistjes hebt. Ik zou het niet weten. Dus als ik mijn eindoordeel zou moeten geven welke ik het lekkerst vond, dan waren het denk ik wel echt duidelijk van de snacks, zeg maar. Van deze twee snacks. Waren het echt duidelijk de moerbeien. Die vond ik echt lekker. Ik denk dat ik zo'n keertje... Nee. Zaden vind ik sowieso de hemzaad het lekkerst. Die chiazaden, ja. Dat is echt net alsof je, weet je, ik heb het ook heel vaak gedaan als je een broodje en dan schaap ik al die zaadjes eraf en die eet ik dan apart op. En dat is een beetje dit gevoel heb ik. Ja, misschien is het wel lekkerder yoghurt of zo. Nou, dat was eigenlijk de unboxing. Ik hoop dat jullie een beetje een leuke video vonden en heel erg bedankt voor het kijken.